Ik ben Casper de Jong en ik ben kunstenaar en ik maak robotjes. En we gingen vandaag social distance robotjes maken. Dat is een robot die heb ik in maart eigenlijk vlak na de lockdown heb ik die ontworpen. En nu gaan we die samen ontwerpen met z'n allen eigenlijk. Ik ben een robot, 1,5 meter robotje aan het maken. Ik ben Casper en ik maak hier 1,5 meter afstand robotjes. Ik ben Amelie en ik ben een social distance robotje aan het maken. Met kinderen is natuurlijk een beetje de gedachte gewoon van, nou ja, wat kunnen robots voor ons betekenen in de samenleving? Wat kunnen ze niet betekenen? Willen we wel zulke robots? Stel dat iedereen zo'n robot zou hebben en we echt niet meer 1,5 meter bij elkaar mogen komen. Ja. Aan de ene kant willen we robots die ons helpen daarmee. Aan de andere kant willen we wel robots die ons daarmee helpen. En tegelijkertijd is het natuurlijk superleuk om op de huidige situatie in te gaan met techniek en technologie. Hè. Dus er gebeuren dingen in de wereld en hoe reageert de techniek daarop of de technologie daarop. En het zit altijd in een soort van balans tussen wat gebeurt er in de wereld en wat gaan we daarop verzinnen. Hier, als je hem aandoet, dan gaan er lichtjes branden en die laten zien hoeveel afstand je houdt. Ik heb een heel grote digitaal ding ervoor gemaakt. Oh ja. En ook draadjes aangesloten met allemaal microbits. En dan zou het ervoor moeten zorgen dat het... We zijn nog bezig en dan zal hij later, als er iets is, dan zal hij dat detecteren. We zijn nu bezig met hem, de voorkant van het lichaam van het robotje en daar gaat hij dan in. Sommige kinderen die gaan meteen aan de slag met meer het fysieke, de robot bouwen, lijmen, lijmpistolen, touwen overal omheen om een zo schattig mogelijke robotje te maken, of een olifantrobot. En anderen die duiken meteen achter de laptop en die gaan programmeren. Je kan doen dat hij bijvoorbeeld geluid gaat maken of gewoon dat hij die lichtjes geeft of dat hij bijvoorbeeld een stopbordje laat zien van dat je het niet meer mag doen. Ja, ik zou willen dat hij een bordje met stop omhoog zou houden. Wat het leuke is aan dit soort robotjes, is dat het niet zo erg uitmaakt. Weet je, iedereen krijgt te maken met robotica. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. De opleidingsniveau, iedereen krijgt op een gegeven moment te maken met robotjes. En dat is hier ook wat je ziet, dat iedereen ook zijn skills in kan zetten om die robotjes te maken. Dus sommigen die dan beter gaan programmeren, die gaan programmeren. Sommigen die werken liever met hun handen, die gaan met hun handen werken. Dus zo kan iedereen samenwerken, ongeacht wat je specialiteit is. Iedereen kan bijdragen aan zo'n robotje en erover nadenken. Want iedereen heeft ook andere baten of lasten bij zo'n robot. En ik denk door ermee aan de slag te gaan, kom je er voor jezelf achter van, oh ja, dit kan het voor mij gaan betekenen later. Of dit heeft impact op mijn leven. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat iedereen, maakt niet uit van welke school of welk gebied of welk land je komt, om hiermee aan de slag te gaan. Zodat je nou ja, kan bedenken, dit betekent het voor mij, dit wil ik er misschien in de toekomst mee gaan doen. Maar in ieder geval dat je de gedachten van de robot en van de techniek en van computers snapt. Het laboratorium heeft de bibliotheek speciaal ontwikkeld omdat de maatschappij verandert. De bibliotheek gaat altijd mee met de maatschappij en wij vinden het heel belangrijk dat jongeren, kinderen leren alle technieken die er tegenwoordig zijn. Het vernieuwt ook heel snel, dus wij moeten ook heel erg bijblijven. Dat vinden we ook helemaal fantastisch. En in de toekomst is het ook heel belangrijk dat de kinderen en jongeren kunnen samenwerken. En daar spelen we ook op in. Dus de workshops doen wij vaak van, nou, ga samenwerken. Want dan kom je echt tot hele nieuwe ideeën en op een fantastisch eindresultaat.